Wij zijn vandaag om de hoek bij Dudok. Daar vindt een verkiezingsdebat plaats van de Nederlandse levensmiddelenfabrikanten met een aantal Tweede Kamerleden. En het gaat over diverse stellingen die de levensmiddelenbranche aangaan. Natuurlijk is het heel goed als er een open debat over dit soort onderwerpen plaatsvindt. Maar wat wij wel willen meegeven aan de Kamerleden is: laat je geen zout in de ogen strooien. Dus wees je ervan bewust hoeveel zout er niet in kant-en-klaarproducten zit. En slik niet alles voor zoete koek. Er wordt veel meer geadverteerd op kinderen dan wij vinden dat eigenlijk zou moeten mogen. Dat doen we dit keer wel met een knipoog. Dus een Sylvester en een Cookie Monster zullen de folders uitdelen. Omdat het natuurlijk niet te zwaar moet zijn. We vinden het goed dat het debat er is. Maar we willen ze wel een paar boodschappen echt goed meegeven. Laat je geen zout in de ogen strooien en slik niet alles voor zoete koek. Ja, ik ga het ook zeggen zo meteen. Oké. Ik ben het namelijk helemaal met jullie eens. Nou, de ervaring die ik met zelfredenering heb gaat bijvoorbeeld over alcohol en de verkoop aan kinderen. Nou ja, ik doe al 6 jaar voer te woord en al 6 jaar lang zeggen ze, volgend jaar gaat het echt beter. Dus nu hebben we wetgeving afgedwongen. Dus dat lijkt me hiervoor als een hele goede. Wie het horen wil, moet maar voelen, toch? Wij willen eigenlijk terug naar eerlijke, gezonde voeding, waar als je wat koopt, dat je ook om en nabij weet wat er in dat pakje zit. Ja. Nou, dat alles wat je in de winkel koopt, dat onze toekomstvisie is, dat dat goed voor mensen is, dat dat waarde toevoegt aan mensen hun gezondheid en hun welzijn en dat het goed is voor de planeet. Het voedingscentrum is natuurlijk niet een actiegroep, maar wij kijken wel naar de feiten. En wat we belangrijk vinden is dat ondanks het feit dat bepaalde partijen andere uitgangspunten hebben, dat de onderliggende feiten nog wel juist zijn. In ieder geval denk ik dat het belangrijk is om samen, in ieder geval als we naar het zout kijken, het zoutgehalte te gaan verlagen. Eén fabrikant zelf kan dat nooit voor elkaar krijgen. Consumenten kunnen er eigenlijk niet voor kiezen, omdat overal te veel zout in zit. Ja, en dan moet je dat toch met elkaar moet je dat doen. En of er nou een wettelijke maatregel aan de grondslag moet liggen, of dat ze echt besluiten dat zelf te gaan doen, ja, dat is mij eigenlijk wel tegen. We zijn niet zo van meer regels. We zijn er meer voor om bestaande regels goed handhaven. En zelf ga ik over duurzaamheid. Dus ik ben erg bezig hoe zorg je nou dat we de milieu-impact verlagen. Dus dat mensen met dierenwelzijn of mensen zouten soep eten, vind ik ook vooral de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het lijkt mij heel belangrijk dat zowel de industrie als de consument, waar u veel van af weet, dat die bewust zijn van het feit dat het belangrijk is dat we gezonde voeding op de meest zichtbare plek in de winkel hebben. Dat het voor de hand ligt letterlijk om het gezondste te kiezen. Bedrijven of sectoren van wie wat gevraagd wordt hebben vaak de neiging te zeggen laten we het zelf regelen. D66 is ook een partij die zegt ja, dat moeten bedrijven zelf regelen en laat ze wel de ruimte krijgen om ook goede initiatieven te laten zien. Als het niet werkt en als het maar doorgaat, ja, dan heeft de overheid ook een rol. Het gaat wel om de volksgezondheid. Overgewicht door kinderen? Zeker daarom? Ja, zeker. Dat is natuurlijk de reden waarom ik hier ben. Dus ik ben voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. En met allerlei partijen werken we keihard om overgewicht van onder kinderen terug te dringen. Dus gezonde leefstijl is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, en ik wil wel ook enige vragen stellen aan de dames en heren Kamerleden. Ja. Want er is natuurlijk net extra geld door het kabinet vrijgemaakt. 26 miljoen om hier, juist als het gaat om een gezonde leefstijl, echt in te gaan investeren. Maar is het nou voor een jaar? Is dat echt voor de lange termijn? Dus het zijn echt wel belangrijke vragen te stellen. En ook jullie thema's lijken me buitengewoon belangrijk.